Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odido. Hotseknots begonia voetbal. Het is een zeer bekende voetbalterm. Bert Jacobs, trainer van Utrecht in de jaren 70, bedacht hem ooit. Staat ook wel voor een voetbalduel zonder al te veel voetbal. Stroperig en slordig. Dat was de wedstrijd tussen Almere en Utrecht absoluut. Na een kwartier speeltijd stond de eindstand al op het scorebord 1-1. Mooi dat je kijkt naar FC Utrecht TV van deze week. Vandaag hebben we kort aandacht voor de wedstrijd gespeeld op bezoek bij Almere City. Maar we gaan vooral toeleven naar NEC thuis. Dat gaan we doen met iemand die een verleden heeft bij zowel NEC als FC Utrecht. We hebben het niet over algemeen directeur Wilco van Schaik, maar wel over aanvaller Leroy George. Die op dit moment nog speelt bij GVVV in Veenendaal. Top amateurvoetbal is dat natuurlijk. En Leroy, in die zin ben je wel een liefhebber, hè? Ja, zeker, zeker. We hadden net al erover. Ik ben nu al 20 jaar actief als seniorenvoetballer. Dus ik vind het nog heel leuk. Dus waarom niet? Wat was het moment dat jij besloot, oké, profvoetbal is voor mij nu een gepasseerd station. En hoe is die overstap naar de top van het amateurvoetbal gegaan? Dat was de coronaperiode. Ja, toen was het al een beetje duidelijk dat de intentie was er niet echt meer om nog op het hoogste niveau te voetballen, profvoetballer te zijn. Dus heb ik de keuze gemaakt om toen te stoppen en dan officieel als amateurvoetballer door te gaan. Wat doe je buiten voetbal om? Buiten voetbal heb ik samen een sportschool met Jermay Lens. Ben ik daar actief als personal trainer. En ik ben jeugdtrainer bij Real Sranang. Mijn trainingspapier aan het halen. En ik heb zelf nog twee kinderen die ook voetballen. Zitten beide bij Ajax. Eentje speelt bij, de oudste speelt bij Ajax onder 15 en de jongste speelt bij Ajax onder 11. Dus ik ben aardig actief bezig. Heb je eigenlijk nog een connectie met het huidige FC Utrecht? Dat je de club, het team bijvoorbeeld volgt of nog contact hebt met jongens uit jouw tijd? Nou, eerlijk gezegd niet. Toevallig heb ik met mijn trainingscursus waren wij hier bij Jong Utrecht tegen Jong Ajax aan het analyseren. En heb ik contact gehad met Sander Keller, want die is natuurlijk daar assistent trainer. Dus met Sander Keller heb ik nog wel heel goede contact. Ja, dat was toen. We gaan nu even naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Toen ging FC Utrecht natuurlijk op jacht naar een goed resultaat. Een mooi spektakelstuk daar in Almere. Maar daar werd de wedstrijd niet echt. De confrontatie tussen de nummers 12 en 8 van de Eredivisie. Almere 12e, tegenstander Utrecht, de 8e plaats. Het was precies de wedstrijd die we voorspeld hadden en die is het helaas ook geworden. Ik ben blij dat het voorbij is. We hadden het van tevoren al een beetje ingecalculeerd, maar ja, dan gebeurt het nog echt ook. Katlin, af op ter Avens, dubbele schaar, mooie versnelling en dan! Die tactiek veroordeel ik absoluut niet hoor, maar die laat je gewoon niet voetballen. Het is heen en weer schoppen, tweede ballen Het is klaar, volgende week gaan we weer voetballen. En maakt Utrecht gelijk, maar dit is controversieel. Als je dat er één keer doorheen komt, dan is het ook gelijk open. Want ze spelen vol 1-1. Dus dan doe je daar te weinig mee. Het wordt Bosdogan, die is er nog dichtbij. Ja, daar hebben we geloof ik drie keer gebruik van gemaakt. En voor de rest ook zijn we meegegaan in het spel. Katlin, er moet Barkas nog aan de bak als die bal richting de bovenhoek waait. En dan is die wedstrijd afgelopen en gaat iedereen naar huis en denkt van er heeft niemand verloren en voor de rest, waar heb ik naar gekeken? Eindigen Almere en Utrecht, dus op 1-1. Ja, een vervelende pot voetbal daar in Almere om te kijken, zonder twijfel ook om te spelen. Het had bij Vlagen wel wat weg van een potje voetvolley in de provincie. Heb je ook af en toe van die wedstrijden gespeeld dat bijna niks lukt en dat het eigenlijk nergens op lijkt? Ja, inderdaad. Die wedstrijd zit er ook tussen. Uiteindelijk... Moet je ermee leren leven en op naar de volgende wedstrijd dan maar. Hè? Als ik zeg 13 april 2007, wat zeg jij dan? Leroy George, debuut gemaakt, Sparta uit, doelpunt gemaakt, 67e minuut 1-1. Heb je dat opgezocht van tevoren? Of? Helemaal niet, dit is gegraveerd. Serieus? Ja, heb ik ook getatoeëerd. Ja? Op mijn borst. Ja, als je bij je debuut een doelpunt kan maken, waarom niet? Nou, je hebt bij FC Utrecht gespeeld onder Ton de Chatinier, onder Willem van Hanegem. Hele vrije namen. Wat heb je van die mannen geleerd? Wat je nu misschien nog meeneemt in je voetballen, maar ook in je leven? Ja, van Willem van Hanegem heb ik heel veel geleerd. Dat is gewoon, dat is de man die mij die de kans heeft gegeven. Ik heb onder hem 33 wedstrijden gespeeld van de 34. Ik kan gewoon van voetbal gochmen en weet van voetbal. Hij ziet gewoon alles. Heel laat ingestroomd als jeugd, in de jeugd van en bij FC Utrecht. Nooit nog op gerekend dat ik nog bij een BVO-vereniging zou spelen op die leeftijd. Want meestal gebeurt het toch wel wat eerder. En op het laatste moment is het mij wel gelukt. Uiteindelijk ben ik heel tevreden over hoe het voor mij is gegaan. Je hebt ook gespeeld in Australië, Azerbeidzjan, Turkije, de Emiraten.
Welke was het mooiste avontuur? Toch wel Australië. Had ik nooit verwacht dat ik daar zou voetballen. Maar uiteindelijk heb ik er geen spijt van, want het was een hele mooie avontuur. Hoe komen die op je pad? Ik vraag me dat altijd af. Ja, uiteindelijk een zaakwaarnemer. Ah, je had de goeie. Die had mij benaderd. Uiteindelijk ben ik kampioen geworden. Ben gekozen tot beste speler van de competitie. Aziatische Champions League gespeeld. Dus zo'n avontuur ben ik toch wel heel blij mee. Ja, ja, ik kan me goed voorstellen inderdaad. Ja. We gaan even kijken naar jongens die dromen van een doorbraak in het betaalde voetbal op sportcomplex Zoudenburg, waar Leroy George ooit zijn weg naar het eerste elftal wist te vinden. Spelers van FC Utrecht onder de 18 die afgelopen zaterdag speelden tegen de leeftijdsgenoten van AZ. In de najaarscompetitie verloor FC Utrecht onder 18 twee keer dik van de leeftijdgenoten van AZ. 2-0 in Weidewormer en 4-0 op Zoudenburg. En hier is AZ ook alweer dicht bij de openingstreffer. De kopbal van Atikala gaat naast. Utrecht scoorde dus nog niet tegen de ploeg uit Alkmaar en doet dat hier bijna. Maar na goed voorbereidend werk van Soetquist schiet Lombaaien over. Verdi Vierklauwe, Ruud Heus. Kijken naar een wedstrijd die weinig om het lijf had. El Arguiwi met de vrije trap en de kopbal van Hielke van der Mast. Die had toch op zijn minst op doel gemogen. Want hij staat wel heel erg vrij. En zo krijgt FC Utrecht ook wel wat kansjes. Misschien nu ook wel weer uit de vrije trap van Jesse Sneijder. Niet best. Bal schiet door en dan is daar Perk Oosterboer. Grote kans voor de verdediger. Maar die is, denk ik, als je hierop afgaat althans, niet voor niets verdediger geworden. 0-0 ook in de slotfase. Als AZ nog een keer komt. Lensen is voor het doel, krijgt hier de bal. Is daar eerst Epping, nog een keer Epping. En dan laat Kloosterboer wel zien waarom die verdediger is geworden. Het blijft 0-0 op Zoudenbalg. En daarmee komen de Utrechtse jongeren heel goed weg. Ja, ik denk het wel. Vooral als je ziet dat we op het laatste nog wel aardig grote kansen tegen kregen. En ergens kan je ook een beetje van geluk spreken dat er dan de bal er niet invalt. Dus ja, als verdediger wil je eigenlijk gewoon altijd de nul houden en dat is gelukt. En vooral tegen AZ hebben we het voorgaande wedstrijden erg moeilijk gehad. En is het eigenlijk voor het eerst dat we de nul houden tegen AZ, dus dat is wel top. Kijk, je levert natuurlijk wel wat doelpunten in. Je had Tijn den Boghende die nu bij Jong ook zijn minuten maakt. Hij was er wel? Ja, zeker. Hij is ook heel erg begaan met het team. En, dus dat is mooi, dat is een mooi teken. Zeg maar wat we op de bank hebben, ja, dat zijn eigenlijk meer buitenspelers als dat het spitsen zijn. Ja, dus dan weet je, die kan je het ook niet kwalijk nemen in het aanlopen en in het creëren van kansen. Ja, een bloedeloos gelijkspel op sportcomplex Zoudenburg. In die zin een wedstrijd om heel snel te vergeten. We gaan toeleven naar het duel van aankomende zondag. Utrecht thuis tegen NEC. Ja, als we kijken naar jouw gespeelde duels. 85 voor NEC, 83 voor Utrecht. Dan kunnen we haast die anders stellen. Het zijn jouw twee clubs. Klopt. Zeker in Nederland. Maar zo voelt het ook echt, hè? Zo voelt het ook echt. Ja, FC Utrecht is gewoon niet te vergeten. Ik heb hier mijn debuut gemaakt. De mogelijkheid gekregen om zeg maar als profvoetballer uit te komen. En bij NEC, ja, dat historische moment met het uitdoelpunt bij Vitesse. Dus dat zijn twee clubs die wel in mijn hart zitten, laat maar zo zeggen. En ik speel met Barry Maguire bij GVVV. Dus, dat is ook een topgozer, hè? Een hele goede gozer. Dat. Ja, heb je het vaak over Utrecht nog een heel klein beetje? Ja, zeker, zeker. Schept hij nog vaak op over Celtic en zo? Zeker. Toevallig er nog over gehad dat hij daar nog die Champions Europa League wedstrijd had gespeeld. Dus we hebben er wel vaak over gehad over onze periode hier bij FC Utrecht. En dat zijn wel mooie momenten, ja. Ja, en dan die wedstrijd van aankomende zondag. Support je dan toch net iets meer Utrecht dan NEC? Je moet kiezen, hè? Nou, gelijkspel, laat me het zo zeggen. Niet zo politiek correct. Qua resultaat, gewoon gelijkspel. En NEC doet het goed, Utrecht doet het goed. Dus we zullen zien, hè. Wat wordt, denk jij, het wedstrijdbeeld van die partij van aankomende zondag? Er zijn twee ploegen die willen voetballen. NEC doet het heel goed. Ze spelen ook heel lekker mooi voetbal. En FC Utrecht idem dito, die zitten er ook lekker in. En wat een hele spannende wedstrijd. Ja. En Utrecht dan, daarover gesproken, is er één speler waarvan jij denkt, daar kijk ik graag naar. Dat is voor mij een groeibriljantje bijvoorbeeld. Ik vind die linksbuiten, Boussaid, die vind ik wel een hele interessante speler. Ja. Wat heeft hij? Ja, de dribbel, de acties, kijk ik wel graag naar. Ja. En toevallig ook vind ik dat ze... Zodat zijn rendement wat omhoog is gegaan.
Ja, deed jij dat vroeger ook op die manier of iets minder bewegelijk? Misschien wel beter. Ja, serieus? Ik denk dat je, heb je de beelden niet teruggekeken? Ja, maar ik heb ze zeker teruggekeken. Ja, ja. Nou, mag jij die antwoord maar geven? Ja, dan moet ik het gaan doen, zeker. Ja, zeker. Ja, we gaan er toeleven naar de wedstrijd van de aankomende zondag. En dat doen we zoals altijd vanaf het FC Utrecht Topsportcentrum in Overvecht. We hebben gezegd dat we de play-off plekken willen halen. En we hebben een hele mooie opmars gemaakt. En nu, is het een beetje gestagneerd. Alleen, ja, nou moeten we weer het vertrouwen hebben dat we die lijn door kunnen zetten. En nu moeten we weer laten zien wat we eigenlijk al wekenlang hebben laten zien. En waar ik ook vertrouwen in heb. Dat we goed en aanvallend spel kunnen spelen. Dus ja, en voor onze eigen fans moet dat weer. Otman Boussaïd speelt op een kleine onderbreking na waarin die NNHC was uitgeleend sinds de zomer van 2018 voor FC Utrecht. In al die jaren verzekerden de Utrechters zich ruim voor het einde van het seizoen al van plaatsing voor de play-offs. Maar nu is het anders. Nu duurt het seizoen nog langer. Dus het is alleen maar goed, denk ik. Want dan blijf je nog steeds hongerig. Want in het verleden had je vaak meegemaakt dat je al wist dat je play-offs zou spelen. En wanneer de play-offs eraan kwamen, ja, was je slap. Dus ik zie het wel als een pluspunt dat je nog extra vuur nog in je hebt om naar de play-offs toe te werken. Tegen Almere City maakte Sam Lammers zijn tweede doelpunt in Utrechtse dienst. De spits leverde ook al 3 assists af. Ja, en ik denk dat ik een spits ben die het allebei kan. Dus ja, assist en goals, daar probeer ik zoveel mogelijk daar probeer ik er zoveel mogelijk van te geven. Zoveel mogelijk kansen te creëren voor het team. En uiteindelijk Lammers die van dichtbij binnenprikt. En zo zit de 1-1. Dat was een vies spitse goaltje, ja. Dus ik had het volgens mij thuis met de familie nog over gehad. Het was een lange tijd geleden dat ik zo'n soort goal had gemaakt. Dus misschien is dat ook wel een goed teken dat ik dat een keer doe. Alleen ja, wat ik zeg, ik hoop dat er nog veel volgen. En dat ik overwinningen kan brengen met het team. Dus net al gezegd, zondag tegen NEC is een hele belangrijke. Dat wordt denk ik wel een leuke wedstrijd als je gaat vergelijken met Almere. Ik denk beide ploegen, wij en NEC zijn voetballend. We gaan gewoon voetballen. Dus wordt denk ik een leuke wedstrijd. En hopen dat we die 3 punten pakken. Sam Lammers speelde pas 1 keer eerder tegen NEC en dat ging hem bepaald niet slecht af. Namens Jong PSV zorgde hij bij een 3-1 achterstand voor de 3-2 en de 3-3. Oké, dat die staat niet meer op mijn Netflix. Die moet ik even terug gaan kijken. Maar dat is een aardige statistiek. Ja. Dus, wat ik zei, ik weet wel dat ze toen in de Jupiler League speelden. Alleen ja, ik heb natuurlijk ook met destijds Jupiler League, met Jong PSV heel veel wedstrijden daarin gespeeld. Maar nou goed, als ik dat gemiddelde door kan zetten, dan zijn we een heel eind, denk ik, met het team. Ja, zondag om 2:30 in Stadion Galgenwaard. Tickets voor de wedstrijd zijn nog verkrijgbaar via ticketing.fcutrecht.nl. Zien we jou ook hier op de tribune aankomende zondag? Als jij mij een kaartje geeft, ben ik aanwezig. Wil jij een kaartje hebben? Ik wil zeker een kaartje hebben. En je zoontjes ook, of mijn niet? Mijn zoontjes ook, ja. Ja. Neem ik ze mee. Gaan we voor je regelen, ja? Top. Alle goed met alles wat op je pad komt. De sportschool, het voetballen. Blijf je trouwens nog lang voetballen als het aan jou ligt? Ik heb toevallig een gesprek gehad afgelopen week met de GVVV. En de intenties? We hebben besloten om het eind van deze maand weer met elkaar te gaan zitten. En dan zullen we kijken. Ik snap het. We gaan het zien. Tot zondag op de tribune. En tot zover ook deze uitzending van FC Utrecht TV. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug. Hebben we onder andere aandacht voor de dan gespeelde wedstrijd tegen NEC. En heel veel meer moois. Laat je verrassen. Heel graag. Tot dan.